het peloton. Geweldig applaus voor, big applaus voor Ben Quemmeyer. Kijk eens wat hij blij is met zijn mooie overwinning. Het is André Kruipel, wint hier de Sterks uit Aleppo. Ja, klassementen, ik wist dat het moeilijk zou worden om daar nog in op te schuiven. De Kruipel, de tweede steker, sprinter, en die gaan zomaar niet kloppen. Om nog 10 seconden goed te maken, dat komt bijna niet. Maar ik ben wel teleurgesteld in de uitslag natuurlijk. Wij wilden daarvoor gereden als ploeg zijnde. Daar ben ik super gereden. Alleen ja, dat in de finale waren gewoon de mannetjes eigenlijk op. Je moest ook een paar mannetjes overhouden voor de finale. Dus dat was een beetje gokken. Ja, en andere teams die wilden niet meewerken, ja, dan wordt het geen sprint. Af en toe moet je een keertje durven gokken en die anderen die deden niks, dus dan wordt het geen sprint. Dat gaf de rest verkeerd uiteindelijk toch? Ja, die andere, kijk, ik denk bijvoorbeeld de andere ploegen die willen ook graag een sprint, denk ik dan. En als ze niks voor over hebben, ja, dan wordt het geen sprint. We hebben heel de dag al ervoor gereden en in de finale, ja, ik stond ook eigenlijk alleen voor. Als die anderen daar niks voor over hebben, ja, dan kunnen we ook niet meer doen dan ons best. In Buchten was het nip. Gisteren win je, hoe kijk jij terug op jouw Sterks uit Aleppo? Ja, geslaagd. Denk ik, als ik vooraf zeg dat ik hier ging presteren en ik word ook nog derde klassement, daar ben ik wel heel tevreden mee. Dat is gewoon denk ik, het bewijs dat de vorm goed is. Boksel laat u horen voor André Kruipel, voor Yves Langbaar, voor Moreno Hofland, voor Victor Kampenaerts.